moment dat wij aankwamen op de wedstrijd, bleek dat de wind ongunstig was. De meest ongunstige wind. Toen ik mijn eerste inworp deed, draaide de wind naar de ideale richting. Ja, het was niet te geloven. Misschien heeft dus iemand mij geholpen. Iemand die er nu niet meer is. Iemand die altijd met mij meeleefde. Ik kan dat niet verklaren. Zoveel geluk. Je bent bang dat het misgaat. Het gaat vanzelf dat je je ogen gewoon dicht doet. Als mijn moeder hem in de lucht heeft en het is gelukt, dan krijg ik een opluchting. Ik ben eigenlijk helemaal vol spanning. En als het dan is gelukt, dan is het een lekker gevoel. Maar het lijkt of je helemaal geen weerstand meer hebt. Je schiet echt door het water heen. Je voelt je oppermachtig, je ligt hoog op het water. Ja, dan kun je de hele wereld aan. Ik ben gewoon een klant van jullie. En ik verwacht simpelweg van jullie wat ik van iedereen verwacht. Inzet, creativiteit, snelheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid. Meer niet. Ze is wel dement, maar ze weet niet dat ze dement is. Dat zeg ik altijd, het is zo moeilijk bij die mensen. Ze vergeten alles, maar ze weten niet dat ze het vergeten. Ze vergeten dat ze vergeten. Gaat het goed, Jan? Nee, maar straks gaan we een sigaretje roken. Als we uitgegeten zijn. En koffie gaan drinken. Ik heb het ook. Ga dan wel toe. Ja? Ja, kijk eens. Kijk eens.
collectie Wie het doe is een eerbetoon aan de schrijvers van die lieve, romantische, hartstochtelijke woorden. Roze wordt gezien als een tussenkleur voor het licht dat voorzichtig doorbreekt. Het verzacht het violet van de vastetijd met het wit van de komende feesten als Kerstmis. Of een schip doorzeilt. Je kijkt te lang of jij daarin verdwijnt. Er wordt gewaakt, zodat weer tijd gaat stromen. Je bent al zo ontheemd dat farmacie je hiertoe brengen moet. Dat ik je groet. Kijk, zie je daar die jongen met die strohoed in de tuin? Hij wandelt naar het einde van de foto.